Er is een media-hype ontstaan rond het Groninger zangduo Roef en Marjan. De twee hebben meegedaan aan een talentenjachtprogramma op RTL 4... maar werden daar compleet afgebrand. Roef en Marjan verlieten scheldend de studio's en sindsdien worden de twee overspoeld door de media. Televisie- en radiostations zijn bij de twee kind aan huis en de telefoon staat roodgloeiend. En dit zijn Roef en Marjan. De twee hebben als hobby zingen en hopen al een tijdje op een landelijke doorbraak. Roef en Marjan melden zich daarom aan bij het talentenjachtprogramma De X-Factor van RTL 4. We zweven samen door de nacht, had nooit verwacht dat het zo mooi kon zijn. Ja, ja. Ik heb zelden twee mensen in een duo zo gelijkwaardig gezien. Dank je. Ja, maar jullie kunnen allebei niet zingen. Nee, ik vind het dramatisch, moet ik eerlijk zeggen. De landelijke doorbraak voor Roef en Marjan is er gekomen. Niet omdat ze goed kunnen zingen, maar omdat ze na die tijd de vloer aanveegden met juryvoorzitter Henk Jan Smits. Hoi Marjan. Dat Henk Jan Smits een zak is van Idols, dat klopt dus als een bus. Dat is echt een gore klootzak. De ruzie is inmiddels bijgelegd, maar de publiciteit blijft maar komen. Alle radiostations, tv-omroepen. Het is gewoon een gekkenboel op het moment. Ja. Mijn Henk, mijn Henkje van Roelof en Marjan. Alweer een telefoontje. Hebt u het druk? Verschrikkelijk druk. Dat gaat van 's morgens tot 's avonds laat. Gaat telefoon. Er zijn dus ook een hoop telefoontjes bij wat dus nep is. Zeggen mensen bellen dan even afsteken. Je de gek kan zeggen helemaal niks. Dus een gekkenhuis? Het is in principe gewoon een gekkenhuis, ja. Roef en Marjan hopen dat ze nu een graantje mee kunnen pikken van alle publiciteit. Kijk, wij proberen met dit nummer, de mensen praten veel te veel over elkaar, proberen wij een boodschap te brengen. En wij hopen dat die boodschap aankomt. En dan is de boodschap? De mensen praten veel te veel over elkaar. Dus sluit in vriendschap en geef elkaar een hand. Roddelen is zeker overbodig. Stop daarmee, het is nog niet te laat. De mensen praten veel te veel over elkaar. Door het optreden bij RTL 4 doen Roef en Marjan nu goede zaken. En zijn ze bijna dagelijks met hun camper op stap voor optredens in heel Nederland.